voor boom? Dit is een willig. Kijk, die willig begint al willige katjes te vormen. En normaal gesproken is dat in maart, april het geval. He, dus dat ze eerst van die fluweelachtige knoppen maken, die daarna openspringen en dan komen er stuifmeeldraden uit. Maar ja, deze heeft de lente in zijn hoofd en het begint nu al. We zitten nu in de winter. Het voelt als de herfst. Dus hoe gaat de natuur daarmee om? De natuur is daar wel op ingesteld, tot op zekere hoogte. Maar je vindt toch wel bepaalde soorten die reageren op de hoge temperaturen. Bijvoorbeeld zeggen de amfibieën, bruine kikkers, die zijn normaal gesproken in winterslaap. Maar door de hoge temperaturen worden ze wakker en gaan zich bewegen. Nou, beweging betekent dat ze energie verbruiken en dat energie, die energie moeten ze weer aanvullen met eten. Als ze dat eten niet vinden, dat ze het loodje leggen, dat ze doodgaan. Kijk daar. Nou, die struik is bijna helemaal kaal en hij staat vol met bessen. Ja, dat is Gelderse roos. En Gelderse roos heeft als eigenschap om die hele mooie felgekleurde rode bessen te geven. Zijn niet heel erg in trek bij vogels. Behalve als het heel erg streng weer is, als er weinig voedsel te vinden, ja, dan wagen zelfs een aantal vogelsoorten zich aan die bessen. Waar zijn we hier aanbeland? Nou, we zijn nu in het bos. Hè. Het Gagelbos is zo'n 10 à 15 jaar oud en het begint al een beetje smoel te krijgen. Hè. Het wordt een echt bosje. En daar komen dus allerlei dieren op af. Nou ja, vogels die nemen als eerste, denk ik, bezit van dit bos. Maar wat je ook gaat krijgen, er gaan takken vallen, er komen bladeren op. En met name zo'n plek zoals hier kan geschikt zijn voor allerlei kleine beestjes. Bruine kikker, de pad, daar vinden ze hun voedsel in dit soort gebieden. Nou, in de winter dan trekken ze zich heel vaak terug op dit soort plekken om zich te verstoppen en te verschuilen voor de eventueel strenge winter. Van slangen is het bijvoorbeeld bekend dat ze bij elkaar gaan... Slangen? Ja, er zitten hier ringslangen. Dat is de enige soort. Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Het zijn geen gifslangen. Ze kunnen wel bijten, maar nou ja, je voelt het. Maar het is net alsof je een speldenprikje krijgt. Maar dan hoef je in dit jaargetijde hoef je daar niet bang voor te wezen. Die eerste ringslangen die weer uit hun schuilplaats komen, dat zal maart, april zijn. Wat zijn dit hier, Bert? Nou, dit zijn paddenstoelen. Ja? Deze? Ja, dit zijn paddenstoelen. Hier zie je er nog een paar. En hier, langs de randen. Ook. En die zijn deze takken aan het afbreken. Ze zorgen dus dat ze zelf voedingsstoffen binnenkrijgen, maar ze zorgen ook dat die voedingsstoffen op een gegeven moment naar de bodem getransporteerd worden. Nou, van een aantal paddenstoelen die hebben een eigenschap door bijvoorbeeld heel erg te stinken. Die ruiken bijvoorbeeld naar kadavers, naar dode beesten. Nou, daar komen weer vliegen en muggen op af en die gaan op die paddenstoel zitten, want die denken dat er een dood dier ligt. Maar die hebben dan ondertussen wel de sporen van de voortplantingsmechanismen van die paddenstoel aan hun poten zitten. En zo zorgt de paddenstoel voor de verspreiding van de sporen. Wat is zelf je favoriete jaargetijden? Mijn favoriete jaargetijden is denk ik het vroege voorjaar en zomer. Ik ben heel erg gek van insecten en ja, die hoef je in de winter niet te zoeken. Ik zag laatst nog zo'n luie mug. Ja, dat klopt. Je hebt al wintermuggen en zo. Hè. Een winter zoals we de afgelopen twee winters hebben gehad, met strenge vorst, is voor heel veel insecten veel en veel beter. Ze hebben namelijk een antivries in hun lichaam. En dat zorgt ervoor dat ze zo'n winter heel goed kunnen overleven.